ook genomineerd voor de Gouden Televisiering is hij, samen met The Voice of Holland en Wie is de Mol. Klopt. Deed jij ooit aan mee? Laat ons een heel klein stukje 2006. Van zien. Oh ja, heb je daar nieuwe dingen aan? Ja. Kijk. PMH, vrijer slaap. Oké, okay, heb je een nummer? Ik heb geen nummer. Peggy heeft het nummer. Peggy heeft het nummer. Nou ja, zeg, ik weet nog niet wie die mol is. Het is echt... weet het nog niet? Nee, maar het was wel fantastisch. Ook leuk om terug te zien. Ik hoop eigenlijk dat Wie is de Mol wint. Ja, zou dat terecht zijn ook? Ja, dat zou nou eigenlijk eens een keer terecht zijn. Kijk, als je daar zit tijdens het programma, dan maak je veel meer mee dan dat je als kijker ziet. Het is zo'n fantastisch geproduceerd programma, zo bezield gemaakt. En ja, ik gun het zo ontzettend. En ja, het voelt ook een beetje alsof wij met z'n allen ook al die voorgaande jaren nog genomineerd zijn. Want het is niet een speciale editie, maar gewoon Wie is de Mol in het algemeen. Ja, het was heel bijzonder. Ja. Naast